het heeft even een paar maanden geduurd, maar hier zijn we weer met een heel mooi bouquet bloemen en een heerlijke taart uiteraard. We gaan de bloemen weer wegbrengen naar onze steunzender van deze maand. We zijn hier op de hoek van de Leunendijk en we gaan deze keer naar de familie van Bruinschot. Laten we eens even gaan kijken of er iemand is. Gaan we mee. Hier moeten we zijn, nummer 32, bij Kees van Bruinschot. Die krijgt de bloemen van Marimba deze maand. Heel mooi bekend bloemen, bijna Pasen, dus helemaal in de stijl. En dan hoop ik dat ze thuis zijn. Jawel. Goedemiddag. 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 Hallo. Die is bezoek. Kijk eens, wel gezellig. Hallo. Ja, wij van de lokale omroep hebben mooi bekend bloemen. In het teken van de Pasen. En voor wie is het, voor Kees of voor mij? Allebei een beetje, denk ik. Toch? Dankjewel. Ik weet niet wie er. Dat weet ik niet. Maar dit doen we samen. Daarom, dan is het bloemetje ook voor samen, toch? Ja. Kom, alsjeblieft. Ja, maar we zijn niet klaar. Want het is niet alleen maar bekend bloemen, hè? Nee. Ik heb er iets meer in mijn handen. Ziek, een hele mooie taart van bakkerij Geert uit Biezenmortel. En die mogen jullie niemand weggeven. En dat doen wij op Willemien en Jan van Beslaar. Oké. Ja. En waarom, mag ik dat vragen? Ja. Dat hebben wij al heel lang, dat heb ik al een vriend mee. En we hebben altijd voor de kinderen gezorgd en hun voor ons kinderen en kleinkinderen die hebben hun voor gezorgd. Ja. En ze zijn altijd voor ons klaar. En we hebben heel veel plezier van hun altijd gehad. En nog. Hartstikke mooi. Ja, zullen we hem gezellig samen weg gaan brengen? Ja, want ik heb ze gebeld. Dat had ik niet moeten doen. Nee. Dat was niet de bedoeling. Ik wist niet dat ze thuis waren. Nee, dat is ook zo. En dus is het die hele naam. Nee. Ik zeg tussen 6:30 en 7:30 komen wij. Ja. Schiet dan de koffie klaar. Heel goed geregeld. We moesten nog naar een verjaardag. Ja. Nou, zet de bloemen in het water, dan gaan we de taart wegbrengen. We hebben gezet de koffie klaar, dan komen we naar jullie toe. Ja, dan brengen wij iets mee. Ik zeg, het is hartstikke mooi. Ik ga de boodschappen doen, zei ze, en dan zal ik het meebrengen voor de koffie. Oh, ja, natuurlijk niet gezegd dat dat niet hoeft, hè? Nee, maar dat Ik zeg, zelf. Oké, nou, zet in het water, doe je jas aan. Zo, ja. Het is niet zo koud, maar doe toch maar even wel. Wil jullie helemaal lopen? Nee, we hebben een mooie auto bij, hè? Dus je kunt gezellig meerijden bij ons. Daarom. Ja, maar dat doen we niet. We knippen niet. De tafel is toen wel buiten gezet. We mogen niet binnen. Ik zwacht, hè? Wacht. Ja, loop maar verder. Ja. Hallo. 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 Jongen, 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 jongen. Hij is lief. Dankjewel. Ja. Hi, Klending. Toch. Ja, we komen een taart brengen. We komen een taart brengen. Ik kan wel even iets verbreien. We hebben de bloemen gekregen als steunzender van Loes en dan mogen ze de taart weggeven. Ja, dat zou niet lang over te denken. Nee, blijkbaar niet. Maar vertel maar eens wat. Wij hebben. Ik weet het wel, laat maar zitten. Oké, het is duidelijk volgens mij. Ja, dat is al zo lang plezier van gehad. Maar zijn ze de 50 jaar dat ook moet komen filmen, hè? Jongen. Helemaal stabiel. De oude dingen zullen. Dat knipt hij eruit, dat weet ik nou al. Helemaal mooi dan. Hij ziet er nog wel jong uit, maar ja. Hij kan je best weten. Ik kan ook tegen iemand niet veel meer hebben dan soep hier, maar ja. Wij wisten toch ook niet bier. Dat is bij jou. Dat is dit toch? Dat is een verrassing aan Jelke.
Nou, geniet lekker van de taart en van de soep. Die staat ook nog op tafel, hè? Geniet er lekker van. Jullie van de bloem uiteraard. En ik hoop dat we nog veel... Kunnen ze mijn soep eten? Ja. Altijd goed. Dat hebben we nog niet gehad. Nee. Nou, maar in ieder geval... Hebben jullie ook een stukje gebakken? Dat kan ook. Geniet van de bloemen hier, van de taart. En bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, dat weet je, hè? Dankjewel, jullie ook. Bedankt. Dit was het dan weer, onze steunzender van deze maand. Volgende keer zijn we er uiteraard weer. Het gaat niet zo lang duren als deze keer. Dat beloof ik in ieder geval, toch, Chris? En volgende maand zijn we er weer. Ik wens heel veel kijkplezier bij Loes. En heel graag tot de volgende keer. Tot ziens allemaal. Oké. Okay.